Hey allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie en deze gaat over winterdekens. Nou, het is weer de tijd van het jaar dat paardeneigenaren moeten gaan nadenken over winterdekens. Ga ik dit jaar mijn paard een winterdeken omdoen? Ga ik hem scheren? Ga ik zijn vacht laten groeien? Dat zijn allerlei dingen waar je aan moet denken als paardeneigenaar. Dat kan af en toe nog best wel moeilijk zijn, dus ik ga vandaag met jullie de voor- en nadelen van winterdekens bespreken. Voordat ik dat ga doen, ga ik eerst even uitleggen hoe de warmteregulering bij paarden werkt. Omdat heel veel mensen vaak denken van, het begint kouder te worden buiten zoals nu. Ik ga een winterjas aantrekken, dan zal mijn paard het vast ook al koud hebben. Nou, zo werkt het dus niet. Dit is gewoon puur omdat de warmteregulering van paarden heel anders werkt dan die van mensen. En mensen dus hun paarden veel te veel vergelijken met hunzelf, terwijl dat helemaal niet de bedoeling is. Maar ja, een paard heeft dus meerdere dingen hoe hij zichzelf warm kan houden. Als eerste, paarden die eten, het zijn natuurlijk planteneters. En daardoor eten heel veel vezelrijk voedsel. Dus in gras, in kuil, in stro zit heel veel vezels. En het kost heel veel energie om vezels goed af te breken. En dat doen paarden dus de hele dag door. Het is de bedoeling dat paarden gewoon de hele dag lang beschikking hebben tot ruwvoer. Zodat die spijsvertering op gang blijft. En het paard moet natuurlijk deze vezels afbreken. En bij het afbreken van deze vezels komt er heel veel warmte vrij. En op deze manier kan hij zichzelf weer warm houden. Als een paard het een beetje koud gaat krijgen, heeft een paard de mogelijkheid om zijn haren recht op te zetten. Op deze manier kan er dus lucht tussen in zijn vacht komen. En op deze manier ontstaat er een soort isolerend laagje. Voor degene die niet weet wat isoleren betekent, dat is een soort van als er lucht tussen twee verschillende stukken zit, dan wordt dat dus een soort van afgesloten, gewoon een soort van kou afstotend laagje, zeg maar. En op deze manier houdt het paard zichzelf dus lekker warm. Daarnaast zeiden mensen misschien ook denken van ja, dan krijg je toch koude benen, dit dat, als je bijvoorbeeld in de sneeuw staat buiten. Paarden hebben op hun benen veel minder spieren, waardoor de benen veel minder bloed nodig hebben. Op deze manier, als bloed naar de benen stroomt, is er veel minder bloed dat afgekoeld wordt door de kou van buiten. En op deze manier hoeft het paard dus ook minder weer opnieuw te gaan opwarmen. En op deze manier koelt hij dus ook minder snel af. Het paard heeft daarnaast niet alleen bij zijn benen, ook in zijn hele lichaam de mogelijkheid om sommige bloedvaten af te sluiten. Een soort van af te sluiten. Waardoor het bloed dus niet door het hele lichaam kan afkoelen en het paard dus ook niet helemaal afkoelt. Dus dat was alvast een beetje van vooruitleg, voordat ik begin aan de voor- en nadelen van een winterdeken. Nu weten jullie in ieder geval al een beetje hoe het zit met de warmteregulering van een paard. En dat het dus in eerste instantie helemaal niet nodig is om een paard een winterdeken om te doen als je hem niet scheert. Maar ik ga beginnen met voordelen van je paard een deken omdoen. Voordeel nummer 1 is natuurlijk, dekens, winterdekens geven jou de mogelijkheid om je paard te scheren. Als je bijvoorbeeld vaak traint en je paard blijft heel erg lang nat, dan kun je ervoor kiezen om je paard te laten scheren, zodat hij sneller opdroogt en hem daarna een deken om te doen. Veel mensen vinden het gewoon niet fijn om hun paard nat weg te zetten. Dus daarom nemen ze een winterdeken. En dan kan het wel heel erg handig zijn. Nou, voordeel nummer 2 is dat als paarden al zeg maar wat eerder een winterdeken omkrijgen, dan krijgen ze dus niet een soort prikkel om wanneer het kouder wordt om een dikkere vacht te gaan produceren. En op deze manier blijft de vacht dus wat dunner. En dat betekent niet dat de hele vacht weggaat op zo van een paard, maar hij krijgt niet die prikkel om de echt dikke wintervacht aan te maken. En op deze manier heeft je paard dus ook de hele winter door een wat dunnere vacht. En natuurlijk voor de nummer 3 is dat als het echt heel erg koud is, dat ook paarden die niet geschoren zijn gaan bibberen en het echt koud hebben, dat je dan gewoon een deken om kan doen. Je kan eigenlijk op elk moment dat je paard het echt koud heeft, kun je hem gewoon wat extra verwarmen. Nou, dan gaan we nu verder met de nadelen. En het lijstje met de nadelen is ietsje langer dan die van de voordelen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat ongeschoren paarden geen winterdeken nodig hebben. Dat is gewoon in mijn geval zo. Abby is niet geschoren, dus ik ga ook geen winterdeken omdoen op dit moment. En ik heb dus geprobeerd het lijstje zo soort van eerlijk mogelijk te maken. Zonder een soort van bevooroordeel te zijn. Ik wil wel gewoon mijn eigen mening in mijn video verwerken natuurlijk. Maar ik ga nu verder met de nadelen van een winterdeken. Het eerste nadeel is natuurlijk dat je een winterdeken moet kopen. En winterdekens zijn echt best wel duur. Vooral echt goede, dikke, warme winterdekens zijn echt heel erg duur. Ja, en niet iedereen heeft heel veel geld, dus dat is best wel een groot nadeel aan winterdekens. Nadeel nummer 2, je hebt altijd gedoe met winterdekens wisselen. En soms als het wat minder koud is, dan wil je overdag de deken af en 's avonds weer op. Wil je hem in de wei op en op stal af.
Allemaal gedoe, wordt het kouder, wil je weer een andere deken om, moet je weer dekens gaan wisselen, moet je dus ook weer meerdere dekens gaan kopen. Het is gewoon super ingewikkeld om precies een goede deken op te hebben op het goede moment. En dan hem ook weer af te halen elke dag. En als hij naar buiten gaat, moet hij weer een andere deken op, want anders wordt hij vies. En dan moet je weer dekens wassen. Al dat gedoe heb je als je winterdekens omdoet. Het derde nadeel is dat het gewoon niet zo heel comfortabel is voor paarden. En nu kan het nog zo'n anatomisch gevormde deken zijn. Paarden zijn toch veel liever zonder deken dan met deken. Ja, het is gewoon veel vrijer en zo'n deken is best zwaar natuurlijk. En ja, het is gewoon niet lekker om daar de hele dag mee te moeten staan. Dus ja, dat is ook nog eens een nadeel. En dan het vierde nadeel, en dit zou je misschien niet verwachten. Maar bij ongeschoren paarden een winterdeken omdoen kan averechts werken. Het is namelijk zo, zoals ik net vertelde, dat paarden hun vacht hun haren recht op kunnen zetten. Zodat er lucht tussen kan komen, zodat dat weer isolerend werkt. Nou, als je dus een deken om gaat doen bij niet geschoren paarden, dan kunnen ze die haren dus niet meer rechtop zetten en druk je eigenlijk gewoon de vacht plat. Op deze manier kan het paard het dus juist koud krijgen en werkt het dus helemaal andersom dan eigenlijk de bedoeling is. Dus als je het zo kijkt, is deken ook weer een heel erg groot nadeel. Nou, dat was dit video over winterdekens. Ik hoop jullie hem nuttig vonden en dat jullie er wat van geleerd hebben. Ik wil wel even zeggen, elke paardeneigenaar mag voor zichzelf weten of hij zijn paard een deken om doet of niet. Het ene paard is anders dan het andere paard en de een heeft het nou sneller koud dan de andere. De een wil zijn paard wel scheren, de ander niet. Niks is fout of niks is goed. Ik ben er gewoon van overtuigd dat ongeschoren paarden geen deken nodig hebben, tenzij het heel erg koud is. En ja, dat paarden gewoon niet per se gelijk een deken om hoeven als wij ook onze winterjas aantrekken. Laat in de reacties weten wat jullie vinden. Wel een deken, geen deken, scheren. Ja, laat allemaal maar weten in de reacties. Ben ik heel erg benieuwd naar. Vergeet niet op abonneren te klikken om op de hoogte te blijven van al mijn nieuwe video's. En tot de volgende keer. Doei doei!